Wat ik heel stom vind is thuiskomen na een nachtshoot en dat er dan naast mijn huis een festival schijnt te zijn. Ik kijk op Java, ik woon aan het IJ en daar op de kop hebben ze dat nou ongeveer elke 2 weken. En dat begint dan om 10 uur tot 1 uur of 4 smiddags en dan heb ik niet geslapen. Wat ik ook heel erg stom vind en echt heel erg stom is een lepel laten vallen, dan omhoog komen en dan je kop tegen het keukenkastje aanstoten. En als ik dat dan meestal gedaan heb, dan draai ik me om en dan tik ik nog een kopje om vol met thee. Bij mij is het een soort ding-ding-ding domino effect en dat gaat maar door. Ik gooi altijd alles achter elkaar om en dat vind ik gewoon heel stom. Wat ook echt heel, heel stom is, is van rijen wisselen bij de kassa. Dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Je denkt dat je sneller gaat bij de andere rij, maar dan kom je er te staan. En hey, het gaat nooit sneller. Er is natuurlijk weer een pinautomaat kapot of iemand heeft een tweede mandje die ze voor zich hield. I don't know. En ik weet niet waarom, maar ik heb dat altijd en ik denk dat meer mensen het hebben, maar ik heb altijd het gevoel dat ik de enige ben. Maar dat vind ik gewoon heel stom. Wat ik ook echt heel stom vind. Heb je 3 weken keihard in het buitenland gewerkt, komt een vriendje ophalen van Schiphol. Je denkt, nou wat lief, hij weet dat ik doodmoe ben. Je denkt ook dat hij je naar huis brengt. Nee, je komt aan in een café en wie zie je? Je moeder, je ex-vriendin, je vriendin, al je vrienden. Dat je denkt, nee. Ik hou niet zo van surprise parties, die vind ik gewoon stom. Daar kan ik niks aan doen. Wat ik ook heel, heel, heel stom vind, is 's morgens wakker gesprongen worden door je kat. Meestal ben ik wel wakker, dan ben ik wakker voordat hij wakker wordt. Hij is 15 jaar oud, maar als ik nog niet wakker ben om 6 uur, dan is het 6:30, 7 uur. En dan springt hij bunk, vol op mijn hoofd of bunk, vol in mijn kruis. Dan word je echt heel naar wakker, want je ligt echt een beetje... Zo word je wakker. Dat is niet leuk. Wat ik het allerstomste vind, is uit eten gaan met een goede vriend en dat die dan alleen maar met zijn telefoon bezig is als hij tegenover je zit. Ik weet het hoor, het is een telefoontijdperk en we moeten allemaal socializen. Maar ik ben al niet zo heel veel aan het socializen en als ik dan samen ben, ik heb nooit mijn telefoon, ik heb hem wel bij me, maar ik heb hem gewoon uitstaan. En er zijn echt mensen die dan alleen maar zo zitten. Ja, nee, heel gezellig, ja. Ja, weet ik, ja. Ja. Nou, dan ben ik weg. Ik blijf wel zitten, maar ik vind het niet heel leuk. Dus. Stom!